Nietemin, welkom. Welkom aan al ons gasten en allemaal wat hier is van Antal Uranias. Ek gaan vir Johan Dekmijn vinnig aan julle voorstel. Nie dat ek denk hy het baie voorstelling nodig nie. Baie Uranias ken hom, al hy stap al een lang pad met Urania, maar ek gaan vinnig die volgende sê. Johan het vandag vir my gesê dat hy in 1992 die eerste keer op Kerkplein was en dat hy hierdie week weer daar was en dat hy baie min verander in daai tyd, sê hy. Lyk nog baie dieselfde. Maar dit sê natuurlik vir ons dat Johan al 'n lang pad met die Afrikaner kom. Al Johan se pad wat hy met die Afrikaner stap is al ouer as die nuwe Suid-Afrika. Kan jy dit glo? Johan Dekmijn is 'n parlementslid vir Vlaams Belang, hy is ook 'n gemeenteraadlid en hy is die ondervoorsitter vir die komitee vir buitelandse sake, as ek het reg het. Wat natuurlik baie gepas is dat hy in die buiteland in besig is met buitelandse sake hier vanaand saam met ons. Johan, ek gaan nie veel meer sê nie. Ek dink die belangrikste ding wat mense van jou kan sê is dat jy 'n vriend van Urania is en dit wys jy deur die pad wat jy al saam met die Afrikaner geloop het al vir baie jare. Ek gaan jou vra om vorentoe te kom, Johan. En dan terwyl hy vorentoe stap, wil ek wel aandag vestig op hierdie vlag aan my regterkant. Jy sal sien dat die Vlaamse leeu met sy klauwe na ons, soos wat jy daar sit, na jylle linkerkant toe klauw. Ek hoop is reg opgehang, Johan. Johan het vandag vir my gesê die leeu moet altyd na links klauw en toe vraag ek vir my vir na die linkerkant van die politieke spektrum toe krap en hy dit so bevestig. Maar jylle sal sien dat dit nie net een Vlaamse leeuw is nie, die Vlaamse leeuw het twee vlaggies wat jylle daar mag herken. Philip de Winter het die vlag vandag aangebring, hy het saam met hom al die pad gevlieg. En Philip sal ook nou vir my die precies die regte datum kan sê, maar die vlag is met die hand gemaakt in die laat 1800s. 1890 daarom waarschijnlijk, ter ondersteuning ook vir die Boerenrepublieke. En net soos wat ons weet met die Suid-Tirolers wat ook al 120 jaar pad met die Afrikaners stap, weet ons dat hierdie verhouding ook nie uit die lig uitval nie. Dat dit ook al meer as 100 jaar saam met ons kom. En daarom is dit juist lekker hier op die maand te doen. Baie dankie, Joos. Dames en heren, dit is een groot voorrecht voor mij om hier te wees. Ek het vele vrienden opnieuw gezien en ek is blij hulle opnieuw hier te zien. Ek het sommige vrienden ontmoet in Vlaanderen, sommige vrienden in Zuid-Tirol, in Borossen. En ik hoop vanavond, of morgen, nog altijd met die vrienden lekker te kunnen krijgen. Het zal mij, net als hier, te kunnen praten. Ook een groot voorrecht wees om te kunnen krijgen samen met jou allen. Ons heeft mij gevraagd om te praten over Vlaanderen en die band met die Afrikaner. En ja, Vlaanderen heeft altijd al heel veel sympathie gehad voor die Afrikaner. In feite nog meer dan die Nederlanders. Ons had een betere affiniteit met die Afrikaners. En ook tijdens die Anglo-Boerenoorlog is dat bewezen. Die vlag bewijst ook onze innige band vanuit Vlaanderen met die Afrikaner. En toen Paul Kruger tijdens die, om sympathie op te wekken voor die Afrikanerstrijd tegen die Engelsen, toen hij naar Vlaanderen toe kwam, naar Europa toe kwam, naar Nederland toe kwam, probeerde hij overal meer sympathie op te wekken, meer politieke sympathie, meer financiële sympathie op te wekken voor die strijd van die Afrikaners. En hij was altijd baie welkom in Vlaanderen. En in Vlaanderen kan je dat ook zien. In Vlaanderen baie straatnamen zijn genoemd naar Paul Kruger en naar andere Afrikaanse leiders. In Vlaanderen, maar dat kan niet verwonderen, niet. In Vlaanderen het ons ook Kruger bier. Zo, dat is Vlaanderen, als ons iets echt belangrijk vindt, dan het ons een bier daarna genoemd. Zo,
Ons kennen ook in Vlaanderen bij Afrikanerliedjes. Als ik zie als Afrikanen Vlaanderen bezoek, dan zijn er altijd verwonderd. Oh, en ik ken Missarinarij. Ja, en ik ken een Bobbiaan, ik klim die berg. En ik ken al die liedjes. Maar er is nog meer verwonderd. Als we gaan naar die zangfeest in Vlaanderen. Of naar die ijzerwaken in Vlaanderen. Waar duizenden Vlamingen samenkomen. En die duizenden Vlamingen zingen ook liedjes van Zuid-Afrika. Maar nog belangrijker. Vlaanderen is het enige land waar duizenden mensen samen die stem nog zingen. Zo, dit bewijst dat in Vlaanderen die sympathie voor die Afrikanenstrijd vroeger, maar ook nu, nog altijd belangrijk is. En je ziet dat ook. Ik was baie blij toen ik die tour hier deed in Oranje. Ik was hier in 2007. En als ik nu kijk naar die verschil met 2007, is baie groot verschil. Overal bouwwerven. Overal zijn mensen aan het bouwen, nieuwe huismaak. Baie meer mensen dan in 2007. Dat bewijst dat die project van Oranje een baie positief project is. Die baie mensen aantrekt van overal in Zuid-Afrika. En ook baie mensen uit Europa komen naar hier om te kijken hoe is dit hier. En het is niet altijd die negatieve berichten van die couranten niet dat je moet naar luisteren. Je moet luisteren naar die mensen die Oranje bezoeken en die dan zeggen van dit is een wonderlijk project, dit is mooi. Zo, als ons hier is, ons probeert die boodschap uit te dragen dat Oranje een belangrijk project is. En ons zien ook dat vanuit Vlaanderen baie organisaties ook zorgen voor ondersteuning, financiële ondersteuning van Oranje. En dat is belangrijk. Ik heb het ook vandaag gezien. Die projecten van die vrienden van Zuid-Afrika, die projecten van die Marnixring. Allemaal financiële steun voor baie mooie projecten hier in Oranje, die toekomst verzekeren voor die jeugd en die andere mensen in Oranje. En ik is baie blij dat dit op die manier kan doorgaan. En ja, u hebt mij gevraagd, wat is die, hoe kan ons zelf identificeren vanuit Oranje, vanuit die Afrikaanse gemeenschap met Vlaanderen? En dan is er, ja, je kan zeggen dat Vlaanderen een identieke strijd heeft gevoerd als die Afrikaners. Ons is nauw verwant in die strijd om onze cultuur, om onze identiteit. We hebben het gevochten tegen die Anglo-Saxische overheersing. Ons het gevochten tegen die francofone overheersing. Als jij ziet hoe die geschiedenis van die Vlamingen is ontwikkeld, wel, dan kan ons teruggaan naar die Napoleontische oorlog. In Waterloo heb je die Fransen die oorlog verloor. En ons heeft dan gezien dat er voor 15 jaar een rijk is gecreëerd, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En dat was een Verenigd Koninkrijk waar die Nederlandse taal, die Nederlandse cultuur primeerde. Slechts hier 15 jaar. En na 15 jaar is er een kunstmatige koninkrijk ontstaan. Omdat die francofonie, omdat Frankrijk en ook die, ja, die bestuursmannen, die hogere adel in wat toen België geworden is, wat nu Vlaanderen nog altijd is, volledig Frans maakt. Franstalig. Een van de eerste leiders van België zei in die Franse taal: La Belgique sera latino, ne sera pas. En dat, ja, als ons dat verder taal, zei Ulle, België zal Frans wees, of zal niet wees. En ik was blij dat Vlaanderen nu een Vlaamse cultuur is en geen Franse cultuur hebt niet. En die conclusie is dan ook, wat mij betreft, dat België geen reden van bestaan niet meer heeft. Zo,
Dat brengt ons natuurlijk naar die kijk van die Afrikaners naar Vlaanderen en hoe dat die politieke structuur in Vlaanderen is. En er is zij van, oh, dat is toch mooi, in die strijd van die Vlaamse natie om te komen waar ons nu staat, het hulle, ja, een lang pad gegaan. Er is gekomen van die francofonie, die totaal vaststellige overheersing, tot wat hulle nu het. Maar dit is een lange strijd geweest. En in eerste instantie was dit een culturele strijd. Ons had die Franse overheersing. In 1830 is België ontstaan als een francofone staat. En er waren baaien, mensen, die die culturele Vlaamse strijd wilden aangaan. En die Vlaamse culturele strijd is een lang pad gegaan, tot aan die Eerste Wereldoorlog. En in die Eerste Wereldoorlog, het ons een vreemde situatie gehad. Aan de ene kant had Ulle die Vlaamse soldaten die aan die loopgraven zaten, achter die ijzer, te ver tegen die Duitsers. En toen in die loopgraven werd Ulle geconfronteerd met die officieren die uiteraard Frans praat. Maar die gewone soldaat, die gewone Vlaming, die praat Nederlands, Vlaams. En dan zei die officier, je moet daartoe gaan, naar die kop. Aan die kop moet je strijd tegen die Duitsers. Maar dan zei hij in Frans. En in Frans zei die officier ook, let op, want daar staan Duitsers en hulle gaan schieten op jou. Maar die Vlamingen, die verstaan het niet. En die Franse officier, die zei dan ook, et pour les Flamands la même chose. Voor die Vlamingen, hetzelfde als ik in Frans gezegd had. Zo, die Vlamingen hadden toen beseft dat die Vlaamse strijd, die eerst een culturele strijd was, uiteindelijk een politieke strijd werd. Een politieke strijd voor identiteit, een politieke strijd voor onze taalrechten. Om bestuurd te worden in die Nederlands, om rechtspraak te hebben in die Nederlands, om onderwijs te hebben in die Nederlands. Want die universiteit die werd gesticht onder Willem I, koning der Nederlanden, tussen 1815 en 1830 in Gent, mijn stad. Ik heb beloofd dat ik op zijn minst eenmaal Gent ging vernoemen. En in die universiteit, dat was een universiteit in die Franse taal. En gedurende die Eerste Wereldoorlog, het die enkele jaren in die Nederlandse taal gewerkt. En na die Eerste Wereldoorlog werd het weer Franstalig. En die Vlamingen moesten opnieuw strijden voor hun culturele rechten, voor hun politieke rechten. En dat heeft geduurd tot aan die Tweede Wereldoorlog, waar ons opnieuw gezegd, en dat was een jammerlijke beslissing achteraf, als ons achteraf bekijkt, maar ons werd toen gezegd, die vijand van ons vijand, ja, dat is onze vriend. En ons is met die Duitsers gaan samenwerken om opnieuw politieke rechten te krijgen. En na die Tweede Wereldoorlog, het was lange tijd baaien, miserie gehad. Ons zei dat, is het Frans woord. En dan heeft ons gezien dat langzamerhand ons toch het teruggekomen op die politieke vlag. Die jaren 60, die jaren 70. Maar toen, in eerste instantie, had ons enkel die Belgische parlement. Omdat die Belgische parlement en die Belgische senaat, en voor de rest had ons niet. Niets Vlaams. Geen Vlaamse politieke structuren niet. En dan had ons plots, na lange strijd van die Vlaamse beweging, een Vlaamse cultuurraad gecreëerd. En die Vlaamse cultuurraad was alleen maar praat. Ons had geen politieke macht. Maar ons kon al praat. En die cultuurraad is later geëvolueerd naar een Vlaamse raad. Nog steeds geen politieke macht niet. Maar alweer een stap verder. En nadien heeft ons eindelijk die Vlaamse parlement gecreëerd. En dat was een goede zaak. En ik weet dat veel Afrikaners kijken naar die emancipatiestrijd van die Vlamingen om te komen tot een Vlaams parlement. Maar ik moet ook zeggen dat er een negatieve kant aan zit. Want als je kijkt naar die structuren in België, dan is die Vlaming eigenlijk als meerderheid
een politieke minderheid. Ons is niet meer in staat niet om die politieke structuren te veranderen in die zin dat dit positief zou wezen voor die Vlamingen. Maar in Vlaanderen denk ons vooruit. Ik moet zeggen dat in België Rosette 7 parlementen. 7 parlementen voor 11 miljoen mensen. En dat kan denken. En dat is niet normaal niet. Die idee van gemeenschap en territorialiteit is een goed idee. En ons heeft dat vertaald in die Vlaams parlement ook met een gemeenschapsparlement en een gewestparlement die samengegaan is in 1 parlement. Omdat aan de ene kant ons die gemeenschapsbevoegdheden heeft. En die gemeenschapsbevoegdheden, dat gaat over taal, cultuur, onderwijs, heel belangrijk, en verschillende andere materie die enkel aan Vlaanderen toegewezen is. En ons is uniek in die wereld, ons kan zijn, dat ons als Vlaanderen nu al verdragsbevoegdheid is. Ons kan culturele verdrag sluiten met die andere buitenlandse landen en die verdrag zijn enkel door ons te ratificeren. Niet door België, niet. Zo, dat is een goede stap in de goede richting. En ons in die parlement, die gewest en die gemeenschapsmaterie samengevoegd. Die Franstaligen, die hebben dat niet gedaan. Ulet, een gemeenschapsparlement. Ulet, een gewestparlement. Baie meer parlementsleden. Nog meer dan in Vlaanderen. Ons had ook een Brussels parlement. Ons had zelfs een Duitsstalig parlement voor 80.000 Duitsstalige mensen in die oosten van België. Zo, ik wil net zeggen dat het is een goede zaak en je moet daar naar kijken hoe dat onze eigen structuur ontwikkelt. Maar je moet ook naar die negatieve kant kijken. Als je iets wil krijgen, moet je er ook voor zorgen dat je niet te veel moet betalen. En dat is een baie belangrijke zaak. En altijd beide zaken voor ogen houden. En wel, ik had beloofd om niet te lang te praten, so, ik wil tot mijn besluit komen. En ik wil eindigen, want ik wil een onafhankelijk Vlaanderen, dat is die uiteindelijke doel. Ik wil niet België hier, ik wil niet Belgische staat meer. En ik was een paar dagen geleden in die voortrekkersmonument. En ik heb een prachtige citaat gezien op die muur van Paul Kruger. En het was op die einde van die rondleiding beneden in die museum van die voortrekkersmonument. En ik las daar het citaat van Paul Kruger. Geboren onder de Engelse vlag wens ik niet daaronder sterven. En zo ik zei, geboren onder die Belgische vlag wens ik niet daaronder sterven. Beste Afrikaner vrienden, ik wil namens het Vlaams Belang, maar ook namens een aantal andere organisaties, het Hertogfonds, om het bedrag dat we gaan schenken mogelijk te maken, u toch niet alleen de morele en politieke steun aanbieden vanuit Vlaanderen, want dat is natuurlijk gemakkelijk, dat doen politici graag en dat is uiteraard essentieel, zo de taak van de politiek. En ik doe niks af aan de toespraak van mijn goede vriend Johan Dekmijn, verre van. Maar het is ook belangrijk dat we die steun concretiseren en uitdrukken in middelen die we overhandigen aan Urania. Want Joost heeft het verhaal verteld van de vlag die ik heb meegebracht. Het is een erfstuk dat we gekregen hebben van iemand die het op zijn beurt van zijn grootvader en zijn overgrootvader heeft gekregen. Het is een vlag die dateert van 1890. Toen de boerenoorlogen volop aan de orde waren hier, 1880, 1903 dacht ik, in Zuid-Afrika, is Paul Kruger, toen president van Zuid-Afrika, komen spreken in Antwerpen, de stad waar ik ook gemeenteraadslid ben, en ook in Brussel, om zijn zaak te bepleiten. Veel Vlamingen hadden grote sympathie voor de strijd van de boeren tegen de Engelsen. En die vlag dateert van 1890 en ik vond het heel symbolisch om ze te kunnen meebrengen naar Urania, omdat hier in Urania uiteindelijk de Afrikaner cultuur verder leeft
En aangezien wij volksgenoten zijn, wij behoren allemaal tot de Dietse stam. Nederland, Vlaanderen, Zuid-Afrika, vandaag Orania en vele andere gemeenschappen in Zuid-Afrika die die Afrikaner cultuur toch willen verder zetten. En daarmee leeft ook een stuk van onze cultuur, van onze identiteit, van die Vlaamse en Nederlandse identiteit, van die Dietse stam die we uiteindelijk toch vertegenwoordigen als Vlamingen, Nederlanders en Afrikaners verder. En daarom willen we onze steun concretiseren met een cheque van 50.000 euro die we graag overhandigen aan de Orania Beweging. Philip de Winter en Johan Dekmijn en alle andere Vlamingen heel hartig te bedanken. Ik ken Philip het ontmoet vroeger van jaar in Vlaanderen. In die parlementaire tuin het hy ons onthaal en ook op een parlementstoer gevat. Het was een ongelooflike voorrecht. Ons is waarlik onthaal en ontvang als diplomaten. Ons het gevoel asof ons ambassadeurs is van ons eie land. Wat een wonderlijke gevoel was dit nie. En, kort daarna het Philip vir my een WhatsApp boodskap gestuur en gesê, hy wil bydra tot projekte in Orania en hy het gesê, kyk nou so 50.000 euro en ek het amper op my rug geval, toe ek dit hoor. Hulle het ook geleentheid gehad waar hulle 60 kilometer, een van hulle stadsraadlede het 60 kilometer gehardloop as een uithou wedloop om geld in te samel. Philip het ook een paar kilometer meegemaak en baie mense het geld geskenk en donaties gemaakt, so baie dankie. En dan net ten slotte die fondse, ons het voorstellen gemaakt vir oorweging aan Philip en sy span en hulle het besluit op grond van ons voorlegging dat behoeftige skoolkinders in Orania en dan nog stappe nader aan energie onafhanklikheid en die belegging in Orania. Baie dankie aan ons broedervolk en al ons vriende in die verre.